Hallo allemaal, wij zijn benieuwd hoeveel je precies uit één bol chunky wol van Lamy Yarns uitkrijgt. Dus dat gaan we even laten zien. En tegelijkertijd laten we gelijk even zien hoe je nou een armdeken breidt. Je doet het niet op je armen, maar wij gebruiken onze vingers ervoor. Je gebruikt het beginstukje van je draad even om een opzetlus te maken, zoals je dat eigenlijk ook met haken of breien doet. Ik doe het altijd op deze manier, om zeg maar een lus te maken. Zorg dat je lus redelijk groot is, zeg maar, zodat je in ieder geval makkelijk je lussen kan maken. Ik werk graag die kant op, dus mijn draad en mijn bol liggen ook aan deze kant om zeg maar een stukje te doen. Dit is je opzetlus. Wat je doet is, je legt je draad eronder en je haalt de draad in een lusje er weer doorheen. Nu heb ik twee lussen. Nou, dat doe ik een paar keer. In dit geval ga ik dat, 10 keer doen. En zorg dat ze niet te strak zitten, die lussen. Anders krijg je straks de nieuwe lussen er niet doorheen gehaald. Dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5. Dat is nummer 6. 7. 8. 9 en 10. Nou, zoals je ziet heb ik nu 10 lussen opgezet en dan gaan we ze breien. Nou, hoe gaan we dat doen? Je draad gaat nu terug de andere kant op. Dat werkt het makkelijkst in dit geval. Deze lus slaan we over en dan beginnen we. Die leggen we eigenlijk zo neer. Dus je hebt er 9 opgezet en je tiende is zeg maar je keerlus. Dan gaan we in deze lus, dat is eigenlijk de derde, 1, 2, 3. In de derde gaan we een lus weer trekken. Ik doe hem niet kruislinks, dus hij gaat er vanaf deze kant in en aan die kant gaat hij er weer uit. Nou, die lussen moeten wederom weer allemaal ongeveer even groot zijn, dan krijg je het mooiste effect. Dan pakken we hem hier. Zo, en dan de volgende. Zorg er wel goed voor dat je alle lussen pakt. Dat is die. En de volgende. Dat is die. De volgende. Nou, het gaat een beetje omhoog staan nu. Maar dat wordt ook omdat het de eerste toer is, zeg maar, met je lussen die je gemaakt hebt. En zorg er dus voor dat ze niet zo zitten, maar echt zo. Aan die kant erin en aan die kant eruit. De volgende. En dan doen we de laatste nog even. Dat is die. Nou, zoals je ziet heb ik de eerste toer nu gedaan. We gaan nu weer terug die kant opwerken. Dus we leggen de draad de andere kant op. Ook hier in de hoeklus halen we de draad er doorheen. Zorg hier ook ervoor dat die niet gedraaid is. Want als die gedraaid is, krijg je aan de zijkant een heel raar effect. Nou, dit doe je eigenlijk de hele bol. Totdat je zoiets hebt van, nou, ik heb de gewenste lengte. En daar wil ik mee, dan is die klaar. Of een dekentje of iets wat je wil. Voor een echte chunky deken hebben wij in totaal 21 steken opgezet. Dan wordt die 1,10 meter breed. Om dit even als proef dingetje te maken. We hebben dus nu 9 steken, plus eentje om te keren. En dan gaan we zien hoe groot die kan worden met één bol chunky. Dus ik ga jullie zo het eindresultaat laten zien. Nou, we zijn aan het einde van de bol aangekomen. Laat ik jullie ook gelijk even zien hoe je hem afhecht. Hou voldoende draad over. Kijk, ik heb nog ongeveer dit stuk over, zoals je ziet. Het is best wel een stuk nog, maar je hebt best wel wat nodig om zeg maar, de bovenkant van, of de onderkant van je deken zeg maar, af te kunnen hechten. Wat je doet, je pakt de eerste lus die je als laatste dus hebt gemaakt, zeg maar, die leg je op de andere lus die ernaast zit. Dan haal je vervolgens je draad er doorheen. Het belangrijkste is, met deze lus, die haal je er doorheen. Kijk, nu is die eigenlijk voor het mooie iets te klein. Als je deken ontspannen ligt, moet die lus tot de rand van die komen. Dus die mag best wel wat groter. Doe je dat niet, gaat je deken trekken. Nu ligt die ontspannen op elkaar en dan zijn de zijkanten
van beide lussen, zoals je ziet, die raken elkaar. Ja, dat is dus wel belangrijk, want anders gaat echt je bovenkant trekken en dat zou zonde zijn. Dan moet je hem straks weer een stukje uithalen. Dit is dus te kort, dus mijn lus moet groter om die bovenkant goed te krijgen. Dus zorg dat je genoeg overhoudt. En op zeg maar een deken van 1,10 meter bij 1,80 meter, waar je 5 bollen voor gebruikt, heb je ongeveer een kwart bol nodig om zeg maar af te kunnen hechten. Dus je legt de twee lussen op elkaar. En je haalt de lussen door elkaar heen. Nou, en de laatste gaan we nu maken. Dat is deze. Die haal ik er doorheen. Dat is het einde. Wat ik zelf altijd nog even doe, is nog een extra. En dan haal ik hem er doorheen. En dan trek ik hem aan. Nou, dit is 1 bol chunky. Het lijkt heel weinig, maar het is ongeveer 50 bij 50 centimeter, zoals je kan zien. Ik heb nu dit stukje over. Dat werk ik aan de achterkant, werk ik dat door de lussen heen. En dan is vervolgens je dekentje, is die af. En dan kan je hem dus gebruiken. Dit is het 1 bol chunky, 50 bij 50 centimeter. Wil je een hele deken maken, heb je 5 bollen nodig van 1,10 meter bij 1,80 meter. Kijk op onze website voor alle kleuren die beschikbaar zijn, www.bergenpasje.nl.